Doe Laurien iets groens aan en ze vliegt over de 500 meter. Nou hè, nee, ging goed. Dus mooi mijn nieuwe pak. Zo'n beetje de beste 500 meters van de afgelopen jaren. Nou ja, er zijn een paar die beter zijn, maar ja, het is gewoon een hele goeie en daar ben ik gewoon blij mee. Ja, want hier heb je zoveel aan gewerkt. Hè? Diep zitten, focussen, de bocht goed aansnijden. Klopt dat het een beetje voor je gevoel? Ja, het klopt gewoon hartstikke goed en dan voelt het gewoon heel lekker om weer goed over de baan te gaan. En dat is gewoon een hele opluchting. Ja, het heeft misschien ook een beetje meegeholpen, onbewust of niet, dat sinds de laatste weken een nieuwe sponsor, Activia, staat erop. En dan krijg je dit als resultaat, een bloemetje en een medaille. En dat het toch allemaal lekker loopt. Alle zorgen zijn weg en jullie staan helemaal lekker in je vel aan de start. Ja, lekker in ons ritme. Nee, ja, het is gewoon hartstikke fijn dat we een goede sponsor hebben. En dat we ook meteen wat kunnen laten zien. Nu die oude die Nederlands kampioen en krijg gewoon een goede 500. En dat is gewoon hartstikke fijn. En dat wil je ook als je zo'n mooie sponsor hebt. Wat vind je het fijnste van de 500 meters die je nu gereden hebt? Wat liep het lekkerste? Nou, eigenlijk dat ik gewoon weer goed kon focussen. En dat ik nergens zorgen over maakte en alleen maar hard rijden. En dat is gewoon hartstikke lekker. Ja, en als we het toch over aspecten van de training hebben, van schaatsen. Dan gaan we denken op aan je houding, aan het diep zitten. Je hebt er heel veel aan gewerkt. Je bent leniger geworden. Ja, zeker. Een stuk leniger. En dat helpt gewoon. Ik merk gewoon dat ik makkelijk in mijn hoeken kan komen. En ik ben blij dat het nu ook in de wedstrijd lukt. Wat doe je om leniger te worden? Ik ben heel veel in bad geweest. En veel gerekt. En we proberen gewoon zo soepel mogelijk te blijven. En dat is voor nu wel goed gelukt. Maar ja, het is echt een serieus aandachtspunt. Je moet er iedere keer op letten. Je hebt er heel veel aan gewerkt, denk ik. Ja, zeker. Als ik gewoon veel krachttraining doe, word ik een stuk stijver en minder soepel. En daar moeten we gewoon een goede balans tussen vinden. En dat gaat nu goed. Ja, want wij willen een soepele Laurien van Riessen zien. Nou hè. Want we willen snelle openingen en dat je dan door die bocht vliegt. Nou, het zag er aardig uit hoor. Ja, nee, ging goed vandaag. Dus daar ben ik hartstikke blij mee.